Goedemiddag! Yep, niet morgen. Ik heb vanochtend echt allemaal dingen moeten doen. Snel vlogs editen en zo voordat ik vanavond naar Bangkok vertrek. Maar het is nu 3 uur en ik heb alles af. Ik ben uitgecheckt en ik ben nu onderweg naar het kantoor van Elephant Nature Park. Het was dus mijn Nike's, was ik vergeten in de van. En gelukkig hebben ze die gevonden. Die ga ik nu dus ophalen. Daarnaast heb ik ook weer een lege buik die gevuld moet worden. Dus dat ga ik ook doen. En misschien een beetje shoppen. Ik was even klaar met dat geloop, dus ik heb even een fiets gehuurd. Helaas heb ik geen GoPro bij me, dus ik zal even kijken wat ik kan filmen van mijn gefiets. Ja hoor, daar gaat hij dan. Lol. Oh, dit is echt zo'n ketting die er gewoon vet snel vanaf gaat. Maar oh wel. Let go man. Dit gaat echt een stuk sneller. Ik was echt helemaal klaar. Die markt waar ik naartoe ga, die is aan de andere kant van de stad. Dus ja, dat is toch echt wel een half uurtje lopen waar ik geen zin in heb. Op dit moment. Denk aan het spookrijden. En drie cent flow in la casa. Ya tú sabes, y te yo flow, una vez más, dando de qué hablar. Yo contigo quiero es un vacilón, pero que no afecte nuestro corazón. Yo quiero es un vacile contigo, tú sabes, algo más que un amigo. Winning in life, ik heb mijn schoenen weer terug. Kom, we gaan eten. Het eten op de markt was niet echt een succes. De mensen deden echt een beetje raar. Meerdere. Dus ik ben gewoon bij een restaurant gaan zitten. En toevallig is het een Koreaans restaurant. Dit is kimbap. Het is een soort sushi roll, maar dan geen sushi. Naast de kimbap heb ik nog een gestoomd ei besteld. Hoewel dit er gewoon uitziet alsof het uit de magnetron komt. Maar we gaan het zien. Pero algo menos que ser novio. Se te nota que tú quieres, eso es obvio, May. Aunque tú sabes que yo tengo compromiso. No te importa, tú quieres salir conmigo, mujer. Sobresaliendo, talento caritero. Desde Carito Record. Mami, y es que se te nota. Ik heb een beetje geshopt. Wat ik heb gekocht. 10 pakjes nepwimpers. Hello. Als de grootste beautygoeroe van het land nepwimpers gaat dragen, ga ik dat ook doen. In ieder geval uitproberen, kijken of het kan. En dan heb ik flash tats gehaald. Dit is echt super tof. Ik zie echt iedereen hiermee lopen. Het zijn gewoon van die afstrijk tattoos. Maar die kleuren, die metallic kleuren, die staan gewoon echt super tof. En ik heb de wat grotere. En andere vormpjes en zo. En dan heb ik deze haarband. Ik zie deze al zo lang online. En elke keer dan wilde ik hem niet kopen. Of dan kon ik hem weer niet vinden. En nu dacht ik, weet je, koop hem maar gewoon. Er was iets van €1 of zo. En dan heb ik nog uiteraard wimperlijm gehaald. Dus dat geloof ik ergens diep onderin. Maar ik denk dat je wel weet hoe dit eruit ziet, toch? Oh, wacht, ik heb hem al. Tadaa! Wimperlijm. Ik ben echt benieuwd. Ik ga de nepwimpers uitproberen. Ik zit in een minibusje onderweg naar de nachtbus. Voor een reis van 12 uur naar Bangkok. En het is niet eens een sleeperbus. Yes, dat gaat heel interessant worden. Oké, ik zit in de bus. Kijk, dit is nog wat te eten in de bus. Maar dit gaat wel een challenge worden. Ik laat hem eerst sowieso afkoelen voordat ik beslis wat ik ermee ga doen. Maar dit is op zich ook nog wel even goed om mijn honger te stillen nu. Lol, we krijgen net Oreo's en de hele bus wordt helemaal gek. Te grappig. Ik zat eraan te denken om de vlog nu af te sluiten. Je gaat mee. Dit gaat echt een interessante reis worden. Ook voor mij een burst. Ik heb nog nooit zo lang in de bus gezeten. 12 uur lang. Dus je gaat mee. Dat heb je nodig. Lol, we zouden om 8 uur vertrekken. Yeah right, 8 uur Thaise tijd. Ik zit gelukkig wel voorin. Zodat ik in ieder geval mijn benen kan strekken. Oh yeah, winning in life. Oh oh oh, this is happening. We gaan naar Bangkok. Team zelf van vandaag. Me en mijn boo, ready. Het nadeel van voorin zitten. Een overenthousiaste buschauffeur en zijn homies die aan het chillen zijn. Ik ga even proberen te tukken. Als er actie in de taxi is, dan laat ik het je zeker zien. Best wel leuk. Deze man rijdt al sinds 9 uur. Dus al 5 uur lang achter elkaar door. En dit is de eerste pauze die we maken. Lekker. Je moet serieus niet te veel drinken voordat je op zo'n reis gaat. Want er wordt bijna niet gestopt. Het gaat tot nu toe best prima, toch? Nog minder dan 5 uurtjes te gaan volgens mij. En dan worden we eruit gegooid op Kaosan Road. Kom, we gaan weer terug naar de bus. We hebben trouwens wifi in de bus. Dat is op zich wel chill. Wat is onze bus? En we gaan weer op pad. We zijn weer heel eventjes gestopt, zodat een paar andere mensen kunnen opstappen. Sommige mensen gaan naar Cambodja en dat soort dingen en die stappen dan over naar een andere bus. Het is 5:30 en het begint al licht te worden. Ja, we zijn er denk ik over 1,5 uurtje. Oh ja, nog maar een uurtje. Nou trouwens, misschien zijn we er al. Oh, hey Bangkok. Ik zit in een taxi op naar een bed. Yes, aangekomen. Dit is de kamer. Mooi en licht. Ik heb een privékamer genomen en even een iets luxere plek met zwembad voor de laatste dagen. Zoals je begrijpt ben ik kapot. Dankjewel dat je mee was op deze reis. Ik vond het oprecht een beetje spannend. Ik vind busreizen nooit zo leuk. Dat je niet zelf mag weten wanneer je naar het toilet kan. Maar het ging helemaal goed. Als je denkt, wow, wat heb ik net gezien? Dat is best wel tof en ik wil meer daarvan zien. Klik dan hier om je te abonneren en dan ga je sowieso mee op alle toekomstige reizen. Als je al geabonneerd bent, dude, you rock. Dankjewel. Mocht je zoiets hebben van, ik wil nu meer travel vlogs zien, dan kan je hierop klikken voor de vorige aflevering, voor de afspeellijst van alle travel vlogs. Ik ga slapen, wel rusten. Tot vanmiddag.